Ik ben Justine Gekiere, 26 jaar. Vooral een klimmer en meerdaagse wedstrijden liggen mij wel goed. 3 jaar geleden werd ik in een fitnesscentrum, maar dat ging dicht. Was gesloten en dan zat ik thuis en ja, ik verveelde me net. Dus dan begon ik meer en meer op mijn rollen te trainen. En het werd eigenlijk echt een verslaving. Ik kon daar soms 2 keer op een dag op zitten, 2, 3 uur, dat ging echt goed. En toen was er een wedstrijd, zoveel mogelijk kilometer doen in 1 week. En ik heb die wedstrijd gewonnen. Ik werd eigenlijk gedisqualificeerd eerst. Ja, de medekandidaten geloofden mij niet, omdat ik de laatste dag 13 uur op mijn rollen had gezeten en ja, ongeveer 500 kilometer had gedaan. Dan hebben ze gezegd van kijk, je moet een test doen in een Energy Lab. Ja, die test was heel goed. En dan heeft degene die die test heeft afgenomen gezegd van kijk, ga dat je doorsturen naar een paar ploegen in België. En zo ben ik eigenlijk in het ja, wielermilieu terechtgekomen. Het is nu wel mijn week, alleen de 2 koersen die dat het meest moet liggen in het voorjaar. Dus ja, ik kijk er wel naar uit en ik hoop echt dat ik samen met Ash iets moois kan doen. This year, this my show. Not a quarter, but I came close. Then the drums start beating and the lights turn on. That's right, baby. Enjoy it today, girls. It's gonna be a good day. The sun is shining. So this whole world gonna tune in. Watch out, cause I'ma go big. Justine, if they go and you're not there, jump. Eh? You have to be there. Eh? There's no other way. Ash, everybody in your wheel is suffering and dropping. Eh? It's really incredible. Everybody's suffering and you're looking the strongest by far. Living every moment like it's all I got. Good job, girls. This is how we need to race. Eh? This is like Valencia. Come on. Oh, that's my job. Then take over to try and set this one up for Ashley Mormon-Patio. Here comes. De laatste koersen moest ik iedere keer proberen zo net voor de finale in aanval te zitten en dat lukte iedere keer niet en ik dacht echt vandaag, nu moet dat lukken. Hè. Dus en dan zat ik in de vlucht. Het gaat echt een stijgende lijn, dus het was gewoon zondag.